Ongeveer een maand geleden was er eigenlijk iets heel bijzonders. Er kwamen namelijk tegelijk twee graphic novels uit met dezelfde scenarist erin. In eerste instantie was daar Horizontaal van Zidrou, die samenwerkte met Jan Bossaerts. En was daar Bloesems in de Herfst, het voor mij in ieder geval lang verwachte album van wederom Zidrou met Aimé de Jong. Goed, deze die moet ik nog lezen, daar ga ik later op terugkomen. Maar ja, ik heb lang gewacht om hier eindelijk een vlog over te kunnen maken. Is het eigenlijk nog nodig dat ik hier nog wat over ga zeggen? Het boek is een maand uit, anderhalve maand ongeveer. En hij is nu al toe aan zijn tweede druk. Dus nou ja, gefeliciteerd natuurlijk Aimé en Zidrou, want dat is natuurlijk fantastisch. Dat toont me even aan dat er heel veel mensen dit boek gekocht hebben. En het is het alleen maar waard. Dus ja, voor de promotie zou ik zeggen, hoef ik het niet te doen. Maar ik wil natuurlijk gewoon een vlog hierover maken. Want ik ben in de eerste plaats, toch, jawel, in de eerste plaats ben ik een enorme grote fan van Zidrou. Achter me, in ieder geval aan deze kant. En ja goed, ook hier zie je al even wat albums van Zidrou die ik besproken heb. Ik heb er nog meer. Ik heb hem mogen interviewen. Dat was een hele belevenis. Dus alleen al daarom zag ik uit naar dit boek. Maar goed, dat zou natuurlijk ook voor Horizontaal kunnen gelden. Maar ook hier even wat werk van Aimé de Jong. Want daar ben ik ook een hele grote fan van sinds ik haar werk ontdekt heb. In augustus 2016 heb ik Aimé geïnterviewd in haar studio. En daar vertelde ze toen een beetje via Dargo zo gekomen. Dus omdat het boek, mijn boek daar uitkwam, De Wespendief, zei ze van, wil je nog iets anders doen? En wil je het zelf schrijven? Of wil je met de scenarist werken bijvoorbeeld? En toen zei ik, ik wil wel met de scenarist werken, dat heb ik nog niet veel gedaan. En toen kwamen zij eigenlijk met Zidrou, met die naam al. En ja, daar ben ik meteen op ingegaan. Ja, dat wil ik wel. Ja, en nu heb ik het boek dan gelezen. Ik heb het boek in mijn handen. Het is een fantastisch mooi boek geworden. Met van die flappen die ik ook bij Maaike Hartjes Burn-out dagboek zag. En ja goed, de achterkant geeft meteen al even een wat pikanter plaatje. Maar ja, dan heb je meteen wel een beeld van wat je ongeveer kan verwachten hierin. Bloesems in de Herfst is de tweede graphic novel van Aimé de Jong. En laat ik hem er toch nog even bij pakken. Want ja, kijk, we kennen haar natuurlijk van het werk van Snippers, maar dit was haar eerste. En die is in zo ontzettend veel talen vertaald. En is zelfs verfilmd. Ja, toen kon je al zien wat een begenadigd tekenares Aimé de Jong was. En ja, dat is alleen maar beter geworden. Ik moet hem even terugzetten. Dat is alleen maar beter geworden, want ook hierin zie je echt fantastisch mooi werk. Nou, laat ik meteen dan even wat laten zien, hè? Want gewoon meteen de allereerste pagina die je ziet al. Het is zo ontzettend mooi. Het is zo genieten. Nou, dan hebben we één persoon, dan even de andere. Zo heb je even een indruk van, nou, deze kwaliteit vind je in dit boek. Ja, en dat brengt mij dan meteen even de vraag, wat ga ik nou vertellen over dit boek? Want er valt ontzettend veel over te vertellen, maar ik wil niet te veel weggeven van de essentie van dit verhaal. Het is in heel kort samengevat, Bloesems in de Herfst is een liefdesverhaal. Een verhaal van twee mensen die allebei eigenlijk in een hele nare tijd zitten, die elkaar tegenkomen op een onverwachte plek. En ja, die besluiten om samen een toekomst te gaan opbouwen. Dan denk je misschien maar, ja, maar daar zijn duizenden, tienduizenden, honderdduizenden van dat soort verhalen over. Wat maakt dit boek dan zo bijzonder? Oh, wacht even. Ja, dit zijn geen jonge mensen die nog een heel leven voor zich hebben. Nee, en dat zag je hier ook al. Ja, dit zijn mensen die eigenlijk al een heel leven hebben geleefd. En die op een punt zijn aangekomen dat ze met pensioen gaan of met pensioen zijn. En op dat punt komen ze elkaar tegen. En dan krijg je toch even een heel ander soort verhaal. Want wat ik zeg, samen een toekomst opbouwen, dat bedoel ik ook echt zo. En als je dit boek gaat lezen en vooral naarmate je verder naar het einde toe komt, dan ga je doorkrijgen hoe dat nou precies zit. En dan ga je ook doorkrijgen hoe knap scenarist Zidrou ook weer is. Want ja, dat is gewoon het mooie. En als je een beetje bekend bent met het werk van Zidrou,
dan snap je wel dat, dat hij heeft bepaalde dingen die hij in zijn werk stopt. Niet in al het werk. Als je bijvoorbeeld Dokus de Leerling pakt. Ja, dat is echt wel een brave strip. Maar nou, even hè, iets van wat je hier ziet. Dat is toch een heel stuk minder braaf. En daar zie je de echte Zidroe-element in. En als je het interview gezien hebt, wat ik met hem gedaan heb, dan snap je wat ik bedoel. Dus ga dat even kijken. Pas wel even op. Er zitten wat stukken in die niet geschikt zijn voor jeugdige kijkers. Ja, en juist dat gegeven van Zidroe, dat zorgt er natuurlijk voor dat voor M.E. de Jonge tekenwerk zo nu en dan toch best wel eens uitdagend kon zijn. Want ook in dit boek zitten echt weer die typische Zidroe-dingen. En ik was het niet van plan, maar ik moet toch in ieder geval iets laten zien. En dan laat ik nog niet datgene zien wat ik echt bedoel, maar even de aanloop daar naartoe. Maar dan kun je al wel zien sowieso hoe knap het getekend is. Maar ja, die opbouw ook. Het is zo ontzettend mooi gedaan allemaal. En wat dat betreft is het gewoon zo enorm genieten van het boek. En ik vind het zo knap dat, ja, dat het geworden is wat het uiteindelijk geworden is. Een prachtig boek gewoon. Een heel, heel gevoelig boek. Heel knap van deze twee getalenteerde, zeker super getalenteerde stripmakers om dit te maken. En ja, goed, even, oh ja, en de inkleuring, hè, dat vergeet ik bijna te zeggen. De inkleuring in het hele verhaal is ook gewoon heel erg belangrijk en heel erg mooi. En dat geeft toch wel een extra dimensie. Ik wil toch twee scènes even eruit lichten om even wat nader in te gaan. Om te laten zien van hoe mooi dat verhaal is, wat voor mooie elementen Zidroe erin stopt en hoe mooi M.E. dat tekent. Allereerst dan even deze, een scène in de bus. De vrouwelijke hoofdrolspeler met de prachtige naam Mediterranea, die komt vanuit het ziekenhuis waar ze haar moeder bezocht heeft. Haar moeder, ja, die ligt eigenlijk gewoon op sterven, dus je kan je voorstellen dat deze Mediterranea niet erg vrolijk is. En dat zie je ook aan haar gezicht. Het is ook gewoon heel erg droevig. En ze komt de bus in en ja, er is geen zitplaats. En zij gaat staan en dan een Turkse, ik denk dat het een Turkse mevrouw is met haar dochtertje, die ziet dat en die zegt tegen haar dochtertje van, goh, sta eens op zodat die mevrouw kan zitten. Nou, die Mediterranee zegt van, hey, dat hoeft niet, ik moet er zo toch weer uit. Nee, toch biedt zij die zitplaats aan. Nou, Mediterranee neemt dat. En dat meisje, dat wordt dan helemaal boos dat ze op moet staan. En die moeder, die blijft dan zo rustig en die legt even aan haar kind uit dat netjes is, dat gewoon een goede manier is als je opstaat voor een oude persoon. En ik heb zoiets van, het heeft eigenlijk niets met het verhaal te maken. Het is een detail maar eventjes. Maar toch, Zidroe wijt daar toch hè, twee pagina's aan. En mee heeft dat prachtig getekend. Dus het is belangrijk genoeg dat het in het boek gestopt is. En vandaar dat ik zoiets heb van, ik wil dat er toch even uithalen. Omdat dat juist buiten het eigenlijke verhaal omzit. En ook gewoon mooi even hè, van het beeld wat wij soms hebben van buitenlandse mensen. Nou, hier wordt even een heel ander beeld geschetst. En dat is het beeld wat ik veel liever zie. Ja, de andere scène die ik wilde laten zien. Ik wilde echt zo'n typisch Zidroe dingetje laten zien. En ik heb echt meer ruime keus eruit. En ik ja goed, ik heb toch uiteindelijk voor deze scène gekozen. Omdat die toch net iets minder intens is en wat iets meer geschikt voor jeugdige kijkers dan een andere scène die ik in gedachten had. Maar dit is het moment dat Odysseus, de mannelijke hoofdpersoon, wat altijd hebben ze weer prachtige namen, Odysseus en Mediterranee, die zijn op het punt dat ze eigenlijk dat de vonk is overgeslagen. Hè? Ze zoenen elkaar en dan in één keer komt er een bepaald besef bij Mediterranee en dan schrikt ze in één keer van dat zij een bloeding heeft. En dat is het type bloeding die je niet verwacht van een dame op zo'n leeftijd. Dus vandaar dat zij daar erg van geschrokken is en ook meteen natuurlijk het ergste denkt. En ze gaan dan uiteindelijk naar de dokter toe. Een detail eventjes, die dokter is de zoon van Odysseus. Dat is in de wachtkamer van hem hebben ze elkaar ook ontmoet. En hij geeft aan dat ze ongesteld is. En zij heeft zoiets van, ja maar hoe kan dat nou? Ze noemen het hier trouwens maandstonden. Dat vind ik dan toch weer een vriendelijker woord dan het woord wat wij hier in Nederland gebruiken. Maar dat is natuurlijk weer even de Franse, Belgische achtergrond van Zidroe. Dit is een scène die juist wel weer heel belangrijk is voor het verhaal. Die wel van grote invloed gaat zijn op de uiteindelijke, ja, het uiteindelijke afloop van dit verhaal. Maar daar ga ik niks over zeggen, want hoe dat gaat, het was voor mij echt een enorme verrassing. Dat had ik nou echt niet verwacht. Nou, goed, ik hoop dat ik hiermee je toch even een beeld heb gegeven van wat je kunt verwachten als je Bloesems in de herfst gaat lezen.
mocht je dat nogal niet gedaan hebben. Want ik zeg al, tweede druk, dat betekent dat er al heel veel mensen dit boek gelezen hebben. Nou, dit zijn in ieder geval een paar dingen die ik met jullie wilde delen erover. Ik ben natuurlijk ook benieuwd als jullie iets van gelezen hebben, wat jullie opgevallen is of wat jullie nou bijzonder vonden. En dat willen delen, dan kan dat natuurlijk altijd in de comment sectie onder deze video. Doe dat. Wat mij betreft is dit boek een hoogtepunt in het werk van zowel Zydrou als M.W. de Jong. Ik vind het een fantastisch mooi boek. Ik heb het met zo ontzettend veel plezier gelezen. Ik heb hier ook heel lang naar uitgekeken. En nu het er eenmaal is, het overstijgt mijn verwachtingen. Wat ze hier hebben gemaakt in dit prachtige boek, ja, dat had ik gewoon niet verwacht dat het zo mooi zou zijn. En zo'n teder verhaal. Dit is een verhaal om te koesteren voor de rest van je leven. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag bij een volgende video weer terug.